Ik heb getwijfeld om een video te maken over de dalingen die we nu op de beurs zien. Zowel vandaag als gisteren hebben we flinke dalingen gezien. Index met een paar procent onderuit. Sommige aandelen met meer dan 10% onderuit de laatste twee dagen. Maar ik heb dus besloten om dat niet te doen. Wat veel belangrijker is, vind ik, is jou zeg maar, de middelen geven om zelf je onderzoek te doen. Dus zelf het nieuws te zoeken. Zelfs de informatie over aandelen te vinden. Want op dit kanaal richten we ons vooral op de lange termijn. En natuurlijk, bij beleggen hoort gewoon regelmatig een correctie. Dus in deze video wil ik dan ook 12 websites en apps bespreken die jou kunnen helpen als belegger zijnde: waar je nieuws kunt vinden, waar je gegevens kunt vinden, die jou kunnen helpen bij het onderzoek doen naar een aandeel. En dit zijn ook de websites die ik regelmatig gebruik. Dus laten we snel beginnen. dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passief inkomen.nl zoals gezegd in deze video dus 12 websites of websites die ook een app hebben waar ik zelf ook regelmatig gebruik van maak en mocht je nou nog een goede app of website hebben die ik niet doe in deze video laat dat dan zeker weten in de reactie onder deze video en geef ook onder deze video even snel een duimpje omhoog een kleine moeite maar het helpt zeker het kanaal en het zorgt er misschien ook wel voor dat deze video bij meer beleggers onder de aandacht komt zodat zij ook de juiste beslissingen nemen de juiste informatie hebben en niet altijd zomaar meegaan met de harde Aandelen van dit moment, maar laten we dan maar meteen beginnen met de eerste website en app, trouwens, die ik vaak gebruik, en dat is iax.nl. En iax is een Nederlandse website met ja, nieuws voor de beleggers, zoals het hier ook staat, van beleggers voor beleggers. En het fijne hieraan is dat je vaak gewoon het laatste nieuws kunt vinden. Alles is Nederlands ligt natuurlijk ook altijd heel fijn. En ook vooral voor de Nederlandse beurs kun je een beetje kijken... wat zijn degenen die goed gaan vandaag of minder goed gaan. Maar ook trouwens andere beurzen heb je gewoon snel een overzicht... wat er aan de hand is. Kijken we naar de S&P 500. Nu net zo'n procentje in de min. Uh, zoals gezegd, heel veel laatste nieuws. En ik ben dan nog premium lid... Um, ik vond dat interessant voor het magazine. Maar zeker ook voor de analyses en de adviezen. Niet dat ik het altijd eens ben, bijvoorbeeld met hun adviezen. Maar natuurlijk wel, uh, je kunt zien waar zij op letten. Is het een aandeel wat ik niet ja, per se in geloof, ga ik het wel lezen om te zien hoe zij een analyse doen. Want daar kan ik iets van leren, wat ik misschien wel kan toepassen op een aandeel wat ik wel interessant vind. En juist dus omdat het Nederlands talig is, lees het gewoon fijn. Uh, je hebt gewoon de laatste informatie ook hier. Over de ja, bedrijven hier in Amsterdam, waar je niet altijd op buitenlandse sites wat kunt vinden. Dus dat is het eerste website en ook app die ik dan hiervoor vaak gebruik. Gaan we door naar de tweede website en dat is de website van de NOS. Uh, niet per se echt gericht op beleggers, maar wel gewoon voor het algemene nieuws. Regelmatig zie je ook hier screenshots van mij voorbij komen in mijn video's. Omdat het hier gewoon het brede nieuws is, je kunt zien wat er gaande is in de wereld. En dat die informatie kun je indirect misschien wel toepassen. Op de beleggingen die je doet of misschien trends die je ziet. Dus uh, ben jij geïnteresseerd in elektrische voertuigen? Kun je ooit uit sommige nieuwsberichten toch informatie halen die van toepassing is op beleggingen die je al aan het doen bent of die je misschien wilt gaan doen? En dus vind ik het vaak ook voor het brede plaatje: wat is er aan de hand met de economie? Um, dat soort dingen is gewoon belangrijke achtergrondinformatie die je eigenlijk misschien wel bij elke belegging toch mee kunt nemen, of je nou bewust doet. Of onbewust. En natuurlijk heeft de NOS ook een app zodat je altijd, als je onderweg bent bijvoorbeeld, het laatste nieuws kunt vinden. En ook daar maak ik vaak screenshots die ik deel via mijn Instagram. En mijn Instagram-kanaal zal ik hier trouwens onder even vermelden. Uh, daar plaats ik regelmatig post maar vooral ook stories met het laatste nieuws, dingen die ik denk en vraag ik jullie ook om feedback. Gaan we door naar de derde derde website die ik gebruik en dat is de website van de Giro natuurlijk. De Giro is de broker die ik gebruik voor bijna al mijn aankopen van aandelen en ETF's, net zoals 1 miljoen andere trouwens heel veel mensen binnen onze community ook. Juist vanwege de lagere tarieven maakt het gewoon heel erg interessant, zeker als beginnende belegger ook. Om in ieder geval hier je aandelen te kopen, tenminste. Dat is mijn ervaring. En zeker als we gaan kijken naar de gratis ETF's, oftewel de kernselectie. Ja, 200 populaire ETF's die je gewoon zonder transactiekosten kunt kopen. als je aan een paar simpele voorwaarden voldoet. is gewoon heel erg fijn. Zeker als beginner zijnde. dat je niet te maken hebt met kosten als je nog maar een kleine inleg hebt. Dus dat is een van de manieren, of een van de redenen. Waarom ik natuurlijk gebruik maak van de Giro en waarom ik hem ook aanraad aan mijn kijkers. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, wil je gratis een account openen bij de Giro. Maak dan gebruik van de link onder deze video. En kijk op dit moment naar mijn portefeuille. Dan kan dat natuurlijk via de website. Uh, gebruik ik zelf niet zo heel vaak. Ooit om screenshots te maken of juist te verwerken in video's zoals deze. We zien wel dat we vandaag ja, redelijk in de min staan. Voor, gisteren was het nog veel erger. Ik heb ook basic fit voor de helft verkocht. Dus daarom heb ik hier nog flink wat geld openstaan. Uh, maar waar ik vooral gebruik van maak, is van de app gewoon heel makkelijk, uh, ja, gewoon altijd het laatste nieuws, altijd even snel checken hoe gaat het ervoor met mijn aandelen. Ook al richt ik me op de lange termijn, vind ik het toch heel fijn om af en toe even in te loggen om te kijken welke impact heeft het nou gehad op mijn beleggingen. Gaan we door naar de vierde website, uh, vooral waar ik trouwens de app heel veel van gebruik. Maar laten we eerst even de website bekijken en dat is Yahoo Finance. Uh, wat ik vooral interessant vind, dat je best wel veel brede informatie kunt vinden, veel nieuws. Dus laten we bijvoorbeeld even Square als voorbeeld nemen. Dan zien we dat ze vandaag in de plus staan. Je hebt snel wat gegevens van, ja, over het aandeel. Hier zie je vaak het laatste nieuws, ook veel reclame trouwens, maar wel het laatste nieuws. Een kleine idee van hoe het gaat met de earnings, uh, hoe de financiën eruit zien, wat analisten denken, of ze het aanraden, wat het koersdoel is... En als je hierboven gaat kijken, vooral de financiële gegevens kun je vaak snel vinden. En ook um, ja, analyses van wat verwachten analisten. Heel vaak ja, goed om een, snel een beeld te krijgen van een aandeel van een bedrijf. En al vrij snel te kunnen zien van is het iets wat ik zoek of moet ik dan nog verder gaan. En je kunt natuurlijk ook gebruik maken van de stock screener om dan snel met een paar... Ja, filters eigenlijk kijken of er aandelen zijn die in jouw eisen of wensen voldoen. Maar ook hierbij geldt natuurlijk weer, zoals ik al zei. Het is juist de app die ik heel veel gebruik. Mijn favoriete aandelen staan daarin. Uh, kan ik snel even zien hoe openen deze aandelen? Ook al ga ik voor de lange termijn, ik vind het toch gewoon interessant om het te zien. En dat is ook wat ik vaak deel, wederom via mijn Instagram. Dus daar vind ik het juist heel erg makkelijk voor. En gaan we door naar de volgende website? Dat is Finvis. Dat is ook een website die ik uh, in de afgelopen video heb besproken. Hoe je zelf je interessante aandelen kunt zoeken. Nou, Dat is de functie van de screener. Zoals ik net ook al zei, die heeft Yahoo Finance ook. Via deze filters kun je snel aandelen uitfilteren. In die video van afgelopen maandag gaan we terug van 8000 aandelen naar een stuk of 6, geloof ik, als ik het goed had. En zo kun je snel zien van, ja, dit zijn de aandelen die mogelijk interessant zijn voor mij. En dan ga je die aandelen verder onderzoeken. Waar ik het vooral voor gebruik is hier ook wederom de maps. Dat je ooit kunt zien, hoe gaat het vandaag bijvoorbeeld met verschillende sectoren. Of gaan we uitzoomen naar year to date. Hoe gaat het dit jaar? Dan zie je al een heel ander beeld. Heel veel sectoren zijn gewoon in het groen. En als je ook hierboven, um, ik geloof bij groups kijkt. Dan kun je ook per sector kijken van, oh, hoe doen ze het per dag? ...de laatste drie maanden, zo kun je veel beter beeld krijgen... ...maar natuurlijk ook van een aandeel zelf, dus pakken we Apple als voorbeeld... ...heb je gewoon de grafiek zie je hier staan met wat trendlijnen... ...krijg je een beetje een overzicht wat het aandeel aan het doen is... ...hieronder zie je compact in een tabel eigenlijk heel veel informatie... ...heel veel belangrijke financiële ratios zie je hier terugkomen... ...ook heel belangrijk als je een onderzoek aan het doen bent... ...wat denken analisten ervan en wat is het laatste nieuws over deze aandelen... ...en zoals gezegd... Finvis heeft meer dan 8000 aandelen die je kunt bekijken. Dus dat is heel erg makkelijk om ja, wederom je onderzoek mee te beginnen, uit te breiden of op voor te, be te beduren eigenlijk. Gaan we door naar de zesde website en dat is je Google Finance. Google Financiën staat het hier. Het is niet zozeer de website die ik veel gebruik, al zou dat wel kunnen. Ooit is het makkelijk om snel even te googlen om te kijken wat een aandeel bijvoorbeeld doet. Nou, we zien vandaag Tesla 1,5% in de min staan. En zo kun je toch vrij snel een, ja, een beeld krijgen van een aandeel. Of even snel zo selecteren en zien. Oh, in die periode stonden bijvoorbeeld zoveel procent in de min. In dit geval 28% procent in de min. Uh, wat ik vooral gebruik bij uh, Google Finance is de functionaliteit om het te gebruiken in hun uh, Google Sheets. En zoals je op deze pagina kunt zien, heb je dus eigenlijk uh, Google Sheets, de Excel-versie van Google kun je door gebruik te maken van deze formules heel veel informatie over aandelen, zeg maar met direct verwerken in je, in je sheet, dus misschien de prijs, het volume, market cap, zodat je ja, de aandelen die jij misschien bijhoudt, dat je daar vrij snel een beeld van krijgt. Uh, iets wat ik best wel regelmatig gebruik, uh, denk bijvoorbeeld aan mijn dividend waar het in, verbruik, in uh, gebruikt wordt, of om aandelen met elkaar te vergelijken, dus dat is zeker ook een aanrader. En dan zijn we daarmee halverwege de lijst. Wil ik je vragen: vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik wat jullie interessant vinden. Maar je helpt op die manier ook het kanaal. En deze video komt onder de aandacht van meer beleggers die je misschien ook wel kunt helpen. Juist als het beginnende beleggers zijn, is dus het denk ik heel belangrijk dat mensen de juiste en de goede informatie vinden. En wil je meer van dit soort video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Gaan we door met de volgende website. En dat is Google Trends. En dan heeft op zich deze pagina niet zozeer iets te maken met beleggen. Maar zoals ik al eerder ook al aangaf bij de NOS, je bent ooit op zoek ook naar het ja, bredere plaatje of misschien juist wel naar de trends. Wil jij juist met beleggen de grote menigte voor zijn om dan extra rendement te maken? Zou je dus kunnen kijken uh, van Google Trends? Google Trends is eigenlijk ja, waar zoeken mensen naar en hoe populair is dat? Dus gaan we bijvoorbeeld hier zoeken naar Dogecoin. Dan pakken we deze term. En vergelijken we die met doods voor de zekerheid, dan kun je bijvoorbeeld zien: de afgelopen 12 maanden in Nederland is het eigenlijk vooral pas sinds januari dat het eventjes populair was. Maar vooral de laatste dagen enorm populair. Dus zo kun je zien: van is het iets. Wat in het begin van een trend zit, of um, is het nu in één keer heel erg populair hebben te maken met een hype. Kun je misschien zorgen dat je er juist niet in investeert, of dat je er op tijd weer uitgaat. En zo kun je ook zien bij beleggen bijvoorbeeld. Als we die term gaan zoeken, zien we gewoon, even kijken, als we die kunnen verwijderen. Dan blijft beleggen over. En in de laatste twaalf maanden is het vooral natuurlijk. Eind januari of eind december, begin januari, mensen hebben goede voornemens. Dat het heel erg populair is en dan langzaamaan weer iets daalt. Dus zo kun je zien van hoe populair is iets. Is een bepaald bedrijf, een bepaald product populair? En ook dat kun je weer meenemen in je onderzoek naar een aandeel. Ben je nou iemand die niet per se op zoek is naar losse aandelen, maar naar ETF's? Dan is Just ETF misschien wel een heel interessante website voor je. Ook zij hebben een screener, alleen dan richting. Uh, het, richting ETF's in plaats van aandelen. Maar hier kun je dus, zoals de naam al zegt, heel veel vinden over ETF's. Dus laten we bijvoorbeeld kijken naar VWRL, uh, Vanguard All World. Klikken we die open. Je kunt natuurlijk de website van VWRL, van Vanguard zelf kijken. Maar ook op deze website vind je heel veel informatie. Dus zo kun je vaak over ja, welke aandelen of welke ETF's zijn er... in een bepaalde regio waar ik ook naar op zoek ben. En zo kun je op deze manier ze ontdekken... om vervolgens dus bijvoorbeeld bij, te kijken bij de giro van... Is het ook een ETF die beschikbaar is bij de Giro? En zoals gezegd, dat doe je dan vaak via de screener. Dus je kunt bijvoorbeeld kijken naar categorie, de beste ETF's, de slechtste. Nou, laten we gewoon even de beste ETF's pakken. Ik weet niet waar ze het op uh, baseren, maar denk op rendement. Nou, dan zien we dat de, de energy sector gewoon heel erg populair is. En zo kun je zien. ...welke ja, bedrijven er vaak in zitten. Je kunt het vergelijken met andere ETF's om te zien welke de meest interessant is in jouw geval. Gaan we door naar de negende website en dat is TipRanks. Uh, dat is eigenlijk een combinatie of een, eigenlijk een verzameling, zo moet ik het zeggen... ...van wat analisten verwachten van een aandeel. Dus uh, we kunnen een analist zoeken, maar we kunnen ook een aandeel bekijken. Nou laten we in dit geval Amazon bekijken. Um, je kunt het als gratis lid bekijken, dan zie je van alle, alle, gene, alle analisten... Uh, je, als je betaald lid bent, kun je ook alleen van de beste analisten kijken. Nou, in het geval van Amazon zien we dat er 32 uh, aankoopadviezen zijn. Dat zijn ook 22, 32 adviezen. Dus iedereen zegt van deze personen: het is interessant om te kopen. Het gemiddelde koersdoel ligt 33% boven de huidige koers. Die is nu 3200 dollar. Het gemiddelde koersdoel ligt op bijna 4300 dollar. Dat is dus het koersdoel over 12 maanden. En zo kun je zien. Het laagste komt uit op 3700, het hoogste op 5500. Dus heb je een beetje een idee van wat analisten verwachten van een aandeel. Dat wil het ook niet zeggen, natuurlijk dat dat het juiste is. Wat je ooit zult zien, zeker tegenwoordig, van um, een bedrijf als Tesla wordt misschien door analisten beoordeeld die heel veel bezig zijn met autofabrikanten. Nou, is Tesla een autofabrikant of is het veel meer? Het is, denk ik, vooral tegenwoordig zijn bedrijven veel meer in veel meer sectoren bezig. Maar zoals gezegd, het is in ieder geval een basis om mee te nemen in je onderzoek. Vaak kun je misschien ook al kijken van wie denkt er iets over? Kan ik die opzoeken? Kan ik zien waarom je iets denkt? En dan, ja, de Onderzoek van die persoon meenemen in je eigen onderzoek. En over onderzoek gesproken, dan kun je ook kijken op Seeking Alpha. Uh, daar kun je heel veel onderzoek van andere ja, analisten eigenlijk bekijken. Maar ook het laatste nieuws. Dus op de website zelf zie je bijvoorbeeld het laatste nieuws. Maar ook hier kun je dus juist weer zoeken naar een aandeel. Uh, dus denk bijvoorbeeld aan Fubo TV. Uh, openen we dat even. Dan nou, heb je een beetje een idee van wat denken... Uh, An, ja, ...analysten op deze website van Seeking Alpha... ...wat denkt Wall Street... ...wat denkt de Quant... ...het mechanisme van Seeking Alpha zelf... ...nou die is een stuk minder uh, bullish zeg maar... ...nou welke analyses zijn er... ...je kunt dan ook kijken waarom denken zij zoiets... ...heel belangrijk ook misschien wel... ...om te kijken... Uh, ...niet alleen de mensen die bullish zijn... ...maar ook juist Barry's... ...dus waarom zijn zij tegen dit aandeel... ...waarom zien zij het dalen... ...neem dat ook mee... ...en ook wederom hier kun je heel veel... Uh, ...gegevens vinden, financiële gegevens... Denk aan jaarcijfers, SEC-filings, dus kwartaalcijfers. Um, je kunt het vergelijken met andere bedrijven in dezelfde sector. Je kunt de ratings kijken. Dus, wat zeggen analisten? Eigenlijk een beetje hetzelfde als tipranks. En zoals gezegd, zo kun je in ieder geval al deze informatie ook weer zelf meenemen in je eigen onderzoek. Um, misschien let jij op andere dingen dan andere mensen. Misschien is het juist, ik denk zelfs zeker dat het juist heel interessant is om een beetje de andere kant van het verhaal te horen. Dus is iemand uh, ja deze is bullish, is iemand bearish over een aandeel. Waarom is dat? En neem ook vooral die kant van het verhaal mee, want dat is denk ik ook heel belangrijk dat je een beetje de risico's van het aandeel op deze manier in kaart brengt en in ieder geval meeneemt in je eigen onderzoek. Dan komen we aan bij TradingView, een website die vooral bekend is natuurlijk vanwege de grafieken, maar je kunt hier ook heel veel andere informatie vinden. Denk ook bijvoorbeeld wederom aan een screener, een stockscreener, een forex screener of een crypto screener. Dus op zoek naar de juiste aandelen, uh, forex. Of crypto's, maar nou, waar je hem natuurlijk vaak voor gebruikt is juist voor de grafiek. Dus pakken we even de charter erbij. Um, er is tegenwoordig trouwens ook een app, uh, ook heel erg makkelijk voor zowel de computer als voor je telefoon. Dus daar kun je ook heel veel informatie vinden. Maar het is vooral vaak voor degenen um, die een wat kortere periode willen handelen, vaak meer. Of misschien wil jij wel een beetje kijken of het het juiste moment is om in te stappen in een aandeel. Nou, dan kan dat ook zeker helpen. Je kunt dus heel goed zien wat het aandeel de laatste tijd heeft gedaan. Hier hebben we bijvoorbeeld cm.com. Zien dat het de laatste tijd een beetje is gedaald. Maar pakken we hem iets verder terug naar november vorig jaar. Dan zien we dat hij nog maar rond de 18 stond en heel erg hard omhoog is gegaan. Uiteindelijk, ja een Beetje stabiliseert, dus zo kun je een beetje zien van wat is er aan de hand met het aandeel. Is het het juiste moment om in te stappen? Is het misschien wel het juiste moment om een trade te doen? En in dit geval zien we trouwens de fris beleggen-indicator die ik bijvoorbeeld hier heb voor koop- of verkoopsignalen. En meer daarover vind je trouwens onder deze video, mocht je daar interesse in hebben. Het is natuurlijk wel voor een wat beperktere doelgroep. Ik denk vooral interessant voor de mensen die, uh, zoals gezegd, meer in het treden zijn. Misschien d of swingtreden. En ik heb zelf gemerkt dat juist bij crypto hij heel erg goed werkt. Daar heb ik al mooie rendementen mee gehaald. En over crypto gesproken, dan moeten we natuurlijk CoinMarketCap bespreken. Ik denk wel de meest bekende website uh, als het gaat om een totaaloverzicht van crypto's. Nou, er zijn inmiddels al 9702 verschillende crypto's. Bitcoin is nog steeds veruit dominant. Uh, maar zo kun je eigenlijk alle. De top zien, zeg maar wat is het meest verhandeld? Wat zijn de prijzen? Wat is het verschil in de laatste 24 uur, in de laatste 7 dagen? En kijk bijvoorbeeld naar Ethereum. Iedereen weet dat die heel hard ja, goed bezig is. Kijken we naar een, in het laatste jaar, dan zie je wel in september zaten we nog rond de 400, 500 dollar. Inmiddels dus uh, boven de 4000 dollar. Um, heel veel informatie kun je hierop vinden. Ik vind het vaak interessant om te kijken uh, als ik trades wil gaan doen. Uh, met altcoins, met een klein percentage van mijn vermogen. Trouwens wel heel belangrijk om te zeggen, je kunt wel zien dat er heel veel rendement te behalen is. Uh, ja, wie haalt er nou 20% met aandelen bijvoorbeeld in 7 dagen tijd? Maar ben je dan ook bewust met het risico? Dus mocht je uh, ja, willen handelen, wil je crypto hebben, zorg dan dat je een klein percentage van je vermogen hierin besteedt. Ondanks de grote rendementen die je ziet, ben je bewust van de grote risico's. Uh, maar in ieder geval, dan vind ik dus CoinMarketCap fijn om te zien welke zijn met degene met het grote volume, wat zijn de populaire, waar zitten de verschillen en wat maakt het interessant om eventueel meer onderzoek naar te doen. En ook wederom, CoinMarketCap heeft een app waar je kunt aangeven welke crypto's je hebt, hoeveel je hebt, zodat je ook altijd kunt zien wat, het, ja, wat de waarde daarvan is op dit moment. En mocht je nou willen beleggen of wil je uh, crypto kopen of verkopen, nou, ik doe dat onder andere via Bitfavo of Coinmers. Hangt een beetje af, Bitfavo is goedkoper, Coinmers heeft een breder aanbod. Dus kijk vooral wat het beste bij jou past. En links naar beide van deze bedrijven vind je trouwens ook onder deze video terug. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. De websites die ik vaak gebruik, die ik denk ook waarde toevoegen voor jou... als jij onderzoek gaat doen naar aandelen of naar crypto's in dit geval. En heb je nou nog een goede toevoeging die je wilt delen met de kijkers van deze video... laat dat dan weten in de reactie onder deze video... Bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd? Klik dan op abonneren onder deze video. Hop ik jou weer bij de volgende video te zien.